van vandaag. Daarvoor zijn jullie allemaal hier naartoe gekomen. Geef ze een fantastisch applaus, want hier is ze, niemand minder dan onze eigen Belinda! Jeetje, wat geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik ben hier zo trots op. En ja, ik mag een heel bijzonder iemand aankondigen. Het is iemand die ik al heel lang bewonderd. Die ook eigenlijk in de hele wereld opgetreden heeft. En ondertussen zijn we grote vriendjes geworden. Ik mag u aankondigen, mijn lieve vriend Hans, George Baker! En aansluiten, jawel! Toontjes erbij. En ik had dat lied wel eens vaker gehoord.
van een Engelse ster, maar nog nooit in deze vorm. En dat klonk zo mooi in je auto, dus ik wil meer weten wie dat was. En hij heeft het tegenwoordig zo heel mooi toestellen voor, Shazam. En dan kwam de naam Belinda Kina. Dus ik ben gaan zoeken inderdaad op Facebook en ik kwam haar tegen. En van het ene contact kwam het andere. En dat was zo mooi. En toen ging ik meer nummers horen. Toen hoorde ik het nummer met Ronnie Joker. Gelukkig. Hoe mooi komt dat niet? Hoe mooi straalde ze niet uit? En wat nog mooier was eigenlijk, dat ik pas een stukje zag van Breaking the Stars. Wie heeft het gezien? Arnie Schilder, weet je nog wat ze zei? Als we nu eens met z'n allen gaan liken, gaan proberen, allemaal delen, dat Belinda Kina straks op het Eurovisie Songfestival staat. Doen we allemaal mee? Ja, het begint al. Inderdaad, ik heb een gedicht voor Belinda geschreven. Ik had het al geschreven, dus ik liet het vorige week aan Henk Temming zien, want goed bedoeld. En die was schrap. Moet je mij ook eens stom doen. Dus ik hoop dat het jou ook geval. De titel is Uit mijn hart. En het gaat zo. Ineens was de aankondiging daar, ontsproten uit het diepste van haar hart, kwamen flarden in puurheid bij elkaar, werden het soms vol liefde en smart. Het is een uiting van haar diepste zijn, vol passie in verlangen gesmeten. Ontstond iets groots in hart en brein, komt een stem die innerlijk weet. Uiteindelijk zijn de diepste dromen van deze nachtegaal der lage landen tot in heel haar wezen uitgekomen door hulp van uitgestoken handen. Het is de kracht van samen produceren, van fans die naar concerten gaan, tot zij die het tot één geheel uitsmeren en de stem die zingt over liefde en een traan. Nu is het de ultieme bekroning. Heden worden alle dromen waar. Dit is de top van de berg, genaamd beloning. Het is de dag van mijn lieve Belinda Kina. Ontstaan op het leven en de liefde.
tijd en de nood. Elke zeeman dubbel drinken en lange reis. Alle fasen hoog, alle fasen hoog. Oh, alle fasen hoog. Mag ik je dan eerst in overhandigen? Ja, dankjewel.
Yeah.
strijden. Wanneer mijn hart zag huilen, ik onder ga je. Ik vind het net de mooiste.
stukje. Kijk, al bij de badjas. Het was gezellig, hè, die dag. Ja, ben ik door een aardje thuis. Ja. Op het leven. Op het leven, allemaal. Kleine schijnen. Ik denk, dames en heren, dat jullie hetzelfde hebben als mijn man Jan en ik hebben over Belinda en Peter. Belinda is natuurlijk een kleine. Hallo? Ze is een fantastische zangeres. Niet alleen dat ze een fantastische zangeres is, is een vrouw met een enorm groot hart. Ze heeft twee geweldige dochters. Ze heeft een geweldige man aan haar zij. Ook van Amore inmiddels. En ze is gewoon een fantastische artiest. En ik vind dat jij gelijk met deze album in de hitlijst moet komen te staan. Nee, maar wat je gedaan hebt, ook met de hele gebeuren met crowdfunding. Ik vond het zo geweldig gedaan. En het is toch gelukt. We zijn hier met z'n allen. En toen belde Belinda die jij een paar liedjes voor me zingen. En natuurlijk kun je er altijd. Maar ik heb namelijk een liedje, want deze productie is namelijk voor onze Diane. Waar is Diane? Oh, Diane staat daar. Dat is het idee van Diane Teunissen. En die heeft namelijk een liedje voor mij gemaakt. En dit heb ik eigenlijk weer opgenomen. Weer van mijn vrienden. Jullie weten allemaal, je hebt niet veel vrienden in het leven. Je hebt er maar weinig. En dit liedje heet Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Dat is voor jou. Dankjewel. Ja, snap. Dames en heren, geef Belinda een tafel applaus. Belinda Kinnaar. Dankjewel. Oh. Ja. Dan gaan we een beetje van links naar weg. Hoe zit het nou gewoon? Een glaasje wijn, de avond die was zo voorbij. We praten echt uren lang over het leven en het midden. En elke keer! En elke keer, als ik over eenzaam vertel, dan denk ik weer aan die dag. En als die vriendschap steeds weer, wat zou het leven zonder vrienden zijn? Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Een luisterend oor voor jou moet er ook zijn. Vrienden die je alles echt delen. Dat zijn er maar weinig. Dat zijn er maar weinig. Vrienden die kennen jou echt door en door. Het maakt het niet uit. Het maakt het niet uit, want daar zijn vrienden voor. In goede en in slechte tijden. In goede maar ook in slechte tijden. Zal een vriend het voor je strijden, ook voor jou. Als een vriend blijft je nou. En dan al die vrienden eens, die er zijn om je heen. Dan zul je zien. Dan zul je zien. Dat je echt heel veel vrienden hebt. En bedenk dat ik voor enorm gelukkig. Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Wat zou het leven zonder vrienden zijn? Een luisterend oor voor jou moet er.